Hallo allemaal en welkom bij deze nieuwe video. I'm back. Oh my god, jongens, ik was gewoon 2 volle weken ziek. Ik ben echt nooit ziek. Ik kan niet eens de laatste keer herinneren dat ik ziek ben geweest. Maar in 1 keer ben ik aangevallen door bacteriën en ben ik ziek geworden. Ik heb 2 weken lang een keelontsteking gehad. Geen corona, alleen maar een keelontsteking. En gewoon 2 weken, ik dacht echt bij mijn eigen, dit duurt zo lang. Ik dacht echt, wanneer gaat het weg? Straks blijft het een maand. En doordat ik dat had, kon ik gewoon letterlijk niet meer praten. En als ik niet kan praten, kan ik ook geen video's maken. Dus ik dacht echt, oh mijn god, straks kan ik gewoon een maand geen video's maken. Ik was er weer super dramatisch onder. Uiteindelijk heeft het dus 2 weken geduurd. Waardoor ik dus 2 weken geen video's kon maken. En er dus ook een aantal uploaddagen zijn gemist. Ik mis echt nooit een uploaddag. Ik upload 4 video's in de week. Dat doe ik al 2 jaar of zo. En ik mis nooit een dag. Dus dit is de eerste keer dat het is gebeurd. Maar ja, als je ziek bent, ben je nou gewoon eenmaal ziek. In principe zouden dus deze week, de hele week, geen video's komen. Doordat ik dus ziek was. Maar ik heb besloten dat nu ik beter ben, ik extra video's ga maken. Waardoor ik dus nou alsnog gewoon de hele week video's kan plaatsen. Dus in plaats van 4 video's ga ik nou 8 video's maken in 1 week. Waardoor er gewoon nou video's komen alsnog. Dus ik hoop dat jullie daar blij mee zijn. Oh mijn god, er loopt gewoon een mier op mijn bureau. Dus dit is weer de eerste video die ik maak na 2 weken. En ik heb er weer super veel zin in. Ik heb het gewoon oprecht gemist. 2 weken niks doen is echt niks voor mij. Dus ik ben weer enthousiast dat ik weer gewoon mijn ding kan doen. En vandaag ga ik weer iets testen. Ik ga vandaag een nieuwe foundation testen. Deze foundation schijnt echt super, super veel dekking te hebben. Deze schijnt echt top te moeten zijn qua dekking. Dus ik ben hier heel benieuwd naar. Deze bestaat al wel een aantal jaren volgens mij. Maar ja, ik had hem gezien bij Fuji Shop. En ik dacht, ik ga hem gewoon proberen. Dus deze stond al in de planning voordat ik ziek werd. Dus nou ga ik deze proberen. Ik ben heel erg benieuwd. Alvies heb ik hem nog geen enkele keer geprobeerd. Dus dit wordt de eerste keer. En ik ga ook een full day wear test doen. Om te zien aan het einde van de dag hoe het er nog op zit. Want dat doe ik altijd als ik gezichtsproducten test. Dus dat is wat we vandaag gaan doen. Vind je het nu al leuk? Vergeet niet alvast te liken en te abonneren. En dan gaan we snel beginnen met de video. Oké, het kan wel een beetje zijn dat ik nog een heel klein beetje verkouden of een beetje anders klink. Want ik ben nog niet 100% genezen. Maar ik kan in principe gewoon weer normaal praten. Dus ik wilde gewoon gelijk beginnen met video's maken. Oké, zoals je kunt zien heb ik dus helemaal niks op mijn gezicht. Alleen maar dagcreme en zonnebrandcreme en that's it. Dit is een foundation van Dermacol of zoiets. Ik denk dat dat gewoon het merk is. Dit is de Dermacol Waterproof Make-up Cover Foundation. Als ik het me goed herinner, had je ook echt wel een aantal kleuren. Welke kleur heb ik gepakt? Nou, dat ga ik zo meteen zien. Ik weet niet meer welke kleur ik heb gepakt. Er zit ook SPF in. Dat is heel erg fijn. En hij is waterproof, dus dat is allemaal helemaal top. En er staat, je hoeft echt maar een heel klein beetje te gebruiken. En dat is ook wat ik verwacht. Want als iets superveel dekking heeft, dan ben ik al gelijk bang dat ik helemaal zo een make-up effect krijg op mijn gezicht. En dat is super lelijk. Dus ik hoop niet dat dat gaat gebeuren. Ik ga hem even openmaken. Ik denk dus dat ik de kleur heb gebaseerd op mijn kleur van wanneer ik heb gebruind. Ik heb nu niet gebruind, dus ik ben nou vrij licht. Dus ik hoop dat de kleur gewoon alsnog gaat matchen. Dit is dan hoe die eruit ziet. Zo een gouden tube of zo. Heel apart. Zoiets heb ik nog nooit gehad. We krijgen 30 gram. Dat is een normale hoeveelheid. En het is redelijk betaalbaar. Ik heb geen enkele video hierover gezien of zo. Maar ik heb wel wat informatie gezien erover online. En er staat dat hij zoveel dekking heeft. Dat hij zelfs je tattoos kan bedekken. Nou, die heb ik. Ik heb er 3. Ik heb er hier eentje op mijn pols. Hier eentje en eentje op mijn voet. Dus ik ga deze S hier. Ga ik proberen te bedekken. Maar welke kleur heb ik? Ik zie gewoon niet staan welke kleur ik heb. Ik zet het sowieso beneden in de beschrijving. Dus ik ga gewoon even proberen om mijn tattoo te bedekken. Ik ben echt heel benieuwd of dat gaat lukken. Ik doe gewoon zo'n klein beetje hierop. Oké, even kijken. Hoe kan ik dit het beste doen? Ik denk gewoon met mijn beauty blender. En dan gewoon zo indeppen. Oké, voor nu is hij helemaal bedekt. Maar nu heb ik wel heel veel opgedaan op 1 plek. En het is niet dat ik het gewoon zo kan laten. Dus ik blend het even een klein beetje uit overal. Dekt wel echt. Oh my god. Kijk even dit, jongens. En dan een beetje poeder om het te zetten. Oké, hij is bedekt. Maar ik kan hem nog wel een heel klein beetje zien. Maar in principe dekt hij hem best wel gewoon goed. Oké, maar hij is niet helemaal weg. Ik denk niet dat je hiermee echt een hele sleeve of zo kunt gaan bedekken. Maar ik denk dat als je gewoon een kleine tattoo hebt of zo, die je voor welke reden dan ook zou willen bedekken, dat het echt wel zou lukken. Op zich is hij zo best wel bedekt. Deze mier hier, ik ga even deze mier weghalen. Want het wordt nou een beetje annoying. Maar ik wil hem niet doodmaken. Oké, hij is dood. Oké, toppie. Ik ga het wel weer even eraf halen, want
Ik heb geen reden om het te bedekken. Oké, nou dat heeft hij dus wel gewoon echt goed gedaan. Ik ben wel echt een beetje bang dat hij te dik gaat zijn op mijn gezicht. En dat vind ik altijd echt vreselijk. Maar ik ga echt maar gewoon een heel klein beetje aanbrengen. Want ik wil echt niet zo'n cakeface. Oké, voordat ik hem ga aanbrengen ga ik eerst mijn gezicht primen met mijn Too Faced Hangover Primer. En dan breng ik ook nog mijn Benefit Professional aan hier zo bij de poriën. Oké, dan gaan we gewoon de foundation aanbrengen. Ik twijfel een beetje of ik het beste een kwast kan gebruiken of mijn spons. Dus ik denk dat ik gewoon allebei ga doen en dan gewoon helft-helft. Dus de helft met de spons, mijn Maria Malky spons. En dan de andere kant met deze kwast van Sigma, de Flat Kabuki F80 kwast. En daarmee ga ik het hier aanbrengen. Ik ga denk ik gewoon beginnen met de spons. Ik ga echt, echt maar een heel klein beetje aanbrengen. Ik doe gewoon zo'n beetje zo hier zo. Dit is wel echt een stuk minder dan wat ik normaal gebruik. Maar ik ben gewoon te bang dat het te dik gaat zijn. Dus ik begin gewoon met een heel klein beetje. Oké, de kleur is op zich wel oké. En dan blend ik het ook gewoon uit naar hier. Ik breng niet meer aan of zo. Normaal breng ik echt veel aan. Dan breng ik hier een drupje aan. Hier, hier. Maar nou doe ik dat niet. En ik zie al dat dat de juiste beslissing was. Want het blendt echt helemaal ver uit. Oké. Dus echt maar een heel klein beetje te pakken. Echt gewoon ten grootte van een ertje of zo. Oké, op zich blendt hij prima uit met de spons. Oké, wauw. Hij heeft echt een volledige dekking. Je kunt nou echt zo goed het verschil zien met hier en hier. Hier is nou nog helemaal niks. Zie je hoe mooi smooth het heeft gemaakt? Het is voor nu ook niet al te dik of zo. Als je echt meer zou aanbrengen, dan wordt het echt te dik. Dus nogmaals, ik wil je echt op het hart drukken. Als je hem koopt, breng echt maar een heel klein beetje aan. Maar op zich ziet het er wel gewoon mooi uit. Niks mis mee of zo. Nu ga ik de andere kant doen en dat doe ik met een kwast. Ik heb ook maar weer een heel klein beetje gepakt. Oké, met de kwast brengt hij ook wel gewoon prima aan. Alleen hij haalt dan een beetje weg van de dekking. Met de spons bleef echt die volledige dekking. Maar met de kwast wordt het iets meer een naturel effect. Als je dat zou willen, dan moet je hem dus echt aanbrengen met een kwast. Ik vind denk ik toch dit iets mooier. Ik vind deze kant nou iets meer smooth. En hier vind ik het nou iets meer... ja, iets te naturel of zo. En als je een product gebruikt met een volledige dekking, is naturel niet echt de look waar je dan meestal voor gaat. Dus ondanks dat ik het wel mooi vind, vind ik toch het effect met de spons beter. Dus ik ga er nog even overheen met de spons. Oké, nou heb ik hem overal aangebracht. Kijk even, het heeft geen mat effect. Hij is niet mat. Je kunt nog echt zo een beetje zo een glans zien over mijn hele gezicht. Het heeft een beetje een naturel effect. Ik vind het op zich wel mooi eigenlijk. Ik was zo bang dat het te dik ging zijn. Ik ga even de belichting iets lager doen. Dan kun je het denk ik iets beter zien. Oké, de belichting is nou iets meer omlaag. Kijk even hoe smooth mijn gezicht is. Zien we dit jongens? Wacht. Ik kom gewoon even nog meer iets up close. Zien we dit? Het is oprecht echt heel erg smooth. Ik vind het echt helemaal niet eens te slecht. Ik vind het echt best wel mooi. Ik had het echt niet helemaal verwacht. Persoonlijk voor mij, ik hoef niet per se zoveel dekking. Ik heb een vrij egale huid, daar ben ik echt mee geblest. Dus in principe hoef ik persoonlijk niet per se heel erg veel dekking. Maar ik vind het wel altijd gewoon heel mooi als het gewoon zo'n mooie, smooth, egaal effect heeft. Ik denk dat mensen met een beetje een problematische huid dit echt ideaal gaan vinden. Want dan kan het je acne, je puisten of wat je ook hebt dat je wilt bedekken, echt wel gewoon goed bedekken. Want het heeft echt veel, veel dekking. Echt waar, het dekt echt alles. En je hoeft maar een heel klein beetje te gebruiken, waardoor deze tube echt super, super lang mee zal gaan. Dus dat is ook helemaal iets tops. Ik ben benieuwd hoe het eruit gaat zien ook aan het einde van de dag en met de rest van mijn make-up en zo. Dus ik ga me gewoon nou eventjes verder opmaken en dan kom ik zo bij jullie terug.
Oké, jongens, dit is dan mijn hele make-up look afgemaakt. Wat heb ik op mijn lippen? Supersteen Matte Ink Lipstick van Maybelline. In de kleur 255 Shade Genius of zoiets. Een hele mooie bruinige kleur. Ik ben heel blij met hoe ik eruit zie. Ik vind het echt een hele mooie make-up look. Dit is een beetje de make-up look waar ik voor ga voor everyday altijd. Maar dan niet met zo'n volledig dekkende foundation normaal. Mijn gezicht ziet er echt prachtig uit, jongens. Ik vind het echt heel erg mooi. Je ziet het wel zitten. Het is echt absoluut. Ga niet denken van, oh, ik kan dit ook wel gebruiken als naturel foundation. Nee, het is wel echt gewoon een full glam foundation. Maar ik vind het echt prachtig. Het zit heel erg mooi op de huid. Het is vergeleken met al mijn andere producten helemaal niet iets wat extra opvalt of wat extra dik op de huid ligt of zo. Absoluut niet. Ik vind het gewoon helemaal mooi. Kijk, het is echt prachtig. Ik vind het echt heel erg mooi. Het heeft mijn gezicht heel mooi smooth gemaakt. De kleur is echt perfect, by the way. En ja, ik ben er gewoon echt heel enthousiast over. Ik ben gewoon echt heel benieuwd of dit de hele dag goed gaat zitten. Het is nu 18 over 1, zoals je kunt zien. Dus ik heb nog gewoon de hele dag om de foundation te testen. Maar voor nu is het echt geweldig. Ik vind het echt top. Nou, dit is het dan voor nu. Ik ben dus echt heel erg blij met het eindresultaat. I love it. Ik vind echt dat mijn gezicht er super, super goed uitziet. Ik heb vandaag wat dingen die ik ga doen. Dus ja, ik ga gewoon vandaag mijn leven leven. En dan kom ik vanavond weer bij jullie terug om te kijken hoe de foundation er nog op zit. Maar ik ben er in ieder geval voor nu heel blij mee. Dus ik zie jullie straks weer. Toedels! Oké, jongens, het is 12,5 uur later. Dus echt een hele tijd later. Zoals je hier kunt zien is de make-up er echt al heel erg veel vanaf op mijn gezicht. Het komt ook wel echt bijna helemaal door mezelf. Want ik heb echt extreem veel aan mijn gezicht gezeten. En ik heb ook gelegen. En ik heb echt letterlijk met mijn hand lopen smeren over mijn gezicht. Vooral bij mijn wangen. Dus dat het er daar vanaf is, ligt echt totaal aan mij. Maar ik zie ook dat het er best wel vanaf is op plekken waar ik niet aan heb gezeten. Dus het is absoluut geen long wear foundation. Hij heeft het dus geen 12 uur volgehouden. Maar hij heeft het echt zeker wel 8 uur volgehouden. Dus op zich is het gewoon een prima foundation. Alleen verwacht dus niet dat hij echt 12 uur lang goed gaat blijven zitten. Nou, vond je de video leuk? Vergeet niet alvast te liken en te abonneren. Ik plaats hier ook nog 2 video's in beeld die je kunt gaan bekijken. En mijn gezicht hierboven om te abonneren. En dan hoop ik jullie weer snel terug te zien bij de volgende video. Doei doei!